In het kader van de door de regering gevorderde zendtijd voor lokale omroepen volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. En dan nu, vanuit tophorecalocatie Grand Café Beeks te Bergijk, niets meer of minder dan Radio Bergijk, het radiostation voor Bergijk. Ja, goeiedag. Toon, kom op, jongen. Wat heb je? Ja, ik weet het niet. Er is een soort misselijkheid. Een soort... Ja, je kan me nou niet in de steek laten. We hebben vier gasten. Het is een bomvolle uitzending. Ja. We hebben het verschrikkelijk druk. Tachje. Ja, excuus mij. We hebben niks aan Toon vandaag. Oh. Je zit helemaal geel, man. Ja. Helemaal grijs. Kopzweet, goed en... Ja, goeiedag, dames en heren. Hartelijk welkom bij Radio Bergijk. De gasten staan te dringen om hier allemaal binnen te komen en aan te sluiten aan tafel. Maar wij moeten eerst even beginnen met een belangrijk bedrijfsnieuws. Ja, u kent allemaal natuurlijk dat Bergijkse mediabedrijf van Jan de Rat. Jan de Rat is eigenlijk de Bergijkse, ja, de media-icoon die we hier hebben. En die heeft een nieuw plan, dat heet een nieuw programma. Dat heet De Houten Kuil. En hij zegt zelf dat het is niet immoreel, maar het is meer een psychologisch experiment. Ja, psychiaters dromen ervan, zeg ik. Precies, als je je opgeeft als kandidaat, dan moet je huis en haard verlaten. Je moet een beetje schamele bezittingen in een deken rollen. Dan moet je melden op het station. En dan worden de kandidaten met houten veewagens naar een plek gereden ten oosten van Bergijk. Daar staan dan met prikkeldraad omheinde houten huisjes, waar je met zo'n 12 kandidaten op houten stapelbedjes op stro slaapt. En dan moet je 's morgens om 6 uur, 1,5 uur in appel gaan staan in het weer wat het dan is. En ze krijgen dan gestreepte pakken aan. Ze krijgen mooie, van het programma De Houten Kuil, mooie zwart-wit gestreepte pakken aan. Ze krijgen iedere ochtend 1 kommetje waterige koolsoep. En als je wil ontsnappen, dan word je waarschijnlijk geëlektrocuteerd in de prikkeldraadomheiningen. En dan laten ze je lichaam hangen, ten voorbeeld voor de anderen. En uiteindelijk word je dan... Sorry, Per, ik moet even open. Ja, daar gaat hij. Och. Ja, dat is Toon. Nou goed, dat wordt dus een nieuw programma. En uiteindelijk worden dan gaat het erom wie er overblijft. En als je dan halverwege komt te overlijden, dan wordt jouw lichaam bij de anderen op een hoop gegooid. En die worden dan, als ze bevrijd worden door de Russen, worden ze door bulldozers in grote kuilen geschoven. En bedekt met ongebluste kalk. En dit is dan een nieuw programma. En hij doet het voor de kijkcijfers. Hij hoopt dat het zo'n 5 jaar gaat lopen, het programma. En hij vindt het niet immoreel, maar een mooi psychologisch media-experiment. Ik ben naar de toilet. Dit is het einde van het bedrijfsnieuws. En dan kunt u nu luisteren naar het Radio Bergijk tafelgesprek. Een indringend tafelgesprek van Radio Bergijk. Goed, dames en heren, dit is Peer van Eersel. De Tweede Kamer had een opheldering gevraagd. Dan nog het weer. Heel veel gemeentes, maar vanavond en vannacht buien met kans op onweer. Minimum temperatuur 7 graden. Hebben een probleem met de mensen van de overzeese gebiedsdelen. Laten we maar zeggen, een soort Antillianenprobleem. Nou, hebben wij in Bergijk, is die storm ons nog gelukkig altijd overgewaaid. Maar dan nu is er toch eindelijk ook ons eigen probleem. Het is er één. Het is één mevrouw uit Curaçao. Ze heet Letitia Vrijdag. En ze is hier. Dag Letitia. Goedemiddag. Letitia, er wordt gezegd... jij bent hier gekomen vanwege het hulpproject Curaçao van de Broeders van Dongen. Die zamelen geld in hier in Bergijk voor arme, gehandicapte, zieken en randfiguren die zich ophouden aan de zelfkant van het eiland Curaçao. En jij bent hier naartoe gekomen. Waarom? Nou ja, ik had ontzettende honger. En van de broeders van Dongen kreeg je... Heb je een broodje meegenomen? Je hebt al een broodje van tafel gesnijd. Ja, maar dat is met kaas, jongen. Ik ga dat niet eten, hoor. Ik weet niet, iets met zoutvlees of zo. Of kousenbaan. Nee, dat,
Nou, ik geloof niet, maar Letitia, even ter zake. De gebroeders hebben 1000 euro aan de stichting geschonken. En wat heb jij met die 1000 euro gedaan? Die zijn voor de armen en de behoeftigen. En de zieken aan de zelfkant van het eiland Curaçao. Maar ik ben hier gekomen. Ik ben hier naartoe gekomen. Ja, Letitia, maar je hebt geld gekregen van de broeders. Ik heb niks gekregen, jongen. Ze zeggen van de broeders, ga hier naartoe komen. Ga komen, we gaan voor je zorgen. Ik heb geen broeder gezien. Ja, maar Letitia... Ik ga hier aan de zelfkant zitten. Aan de zelfkant van Berg Eek gezeten de hele tijd. Maar Letitia, jij hebt een envelop gekregen van de broeders van Dongen met 1000 euro erin... om te verdelen onder de armen en zieken en behoeftigen aan de zelfkant van het eiland. Wat heb jij met die 1000 euro gedaan? Ik ben daarvan hier naartoe gekomen. Want ze zeggen, ga komen naar de zelfkant van Berg Eek. Ik ben gekomen. Ja, maar uiteindelijk heb je dan toch die envelop gekregen met een, ja, met steungeld. Heb je geen oren aan je hoofd? Ik ga zeggen, ik ben hier naartoe gekomen. Van die 1000 euro ben ik gekomen gaan vliegen. Ik vind het ook nog eng om te vliegen. Ik ben bang, jongen. Ik moest allemaal drugs op meenemen om rustig te worden. Ja, maar Letitia, nu willen de broeders van Dongen graag weten wat jij met... Jij zegt zelf, daar heb ik mijn vliegticket van betaald. Die 1000 euro. Daar heb ik... Ik kan toch niet zomaar gaan vliegen zonder geld. Ik heb gekregen. Dat zal ik niet ontkennen. Ja, maar Letitia... Ik ga het niet ontkennen. Ik zal het ook niet ontkennen. Ik ben gekomen. En sinds ik hier ben, ik heb niemand gezien. Ik heb heimwee, hoor. Ik heb echt heimwee, hoor. Ik heb heimwee naar mijn eiland. Ze laten me komen. Ik kreeg niks. Ik kreeg alleen broodjes kaas te eten. Ja, nou goed, dames en heren. Ik geloof dat u zichzelf allemaal wel een mening kunt vormen van... Ik zit hier al. Waar moet ik gaan? Ja. Waar moet ik gaan de hele tijd? Ik loop maar heen en weer langs de zaalkant. Ik vraag, waar is de broeders? Ze komen niet. Ik begrijp. Misschien heb ik een vergissing gemaakt. Ga mij vertellen. Ga zeggen wat ik doen moet. Maar Letitia, uiteindelijk is nu duidelijk geworden waar die 1000 euro... die zo bij elkaar is gecollecteerd en gespaard door de broeders van Dongen... is gewoon opgegaan aan jouw vliegticket. Nou, dat noemen wij geen hulpverlening. Ja. Zij geven mij geld. Ze zeggen, ga komen. Ja, Letitia. Ik heb niet begrepen. Zet er nog, ik heb hele familie zit aan de zelfkant. Ja, dankjewel. Ja, wacht even. Dankjewel, Letitia. Dankjewel, dit gesprek is maar bij afgelopen. Maar ik heb een heel sterke gevoel dat ik hier enorm in het ootje genomen word. Nee, Letitia, wacht even. Ik geloof dat dit was het gesprek. Moet je kijken, man. Ik heb helemaal geen billen meer. Nou. Ach. Nou, dat zou ik niet direct durven zeggen. Het laatste is hier vast nog niet over gezegd. Wacht even. We gaan door met de uitzending. Waar is Toon? Goed. Nou, dames en heren, u moet dus zich... Ik ga dit niet eten. Goed. Een broodje kaas, hoor. Ik heb nog geen reis gehad. Ik heb geen barren, niks gekregen. Geen zoutvlees. Al die beloften die mij gemaakt. Ik kan beter op jezelf kunnen zitten. Tijdje, doe even Antillianen muziek. Ik heb geen... Hij zegt zelf... Eten. Uit eten. Eten bij. Waar zullen we eten? Een rapport van Jan van Lint. Over eetgelegenheden in Bergijk. Ja, goeiedag dames en heren. In het kader van onze echt enorm veel beluisterde... We zien echt op de meters hier een piek in de luisterdichtheid. Bij onze rubriek Eten Bij. Ja. Hier tegenover mij zit weer Jan van Limpt.
Jan, waar heb jij gegeten deze week? Dan laat ik eerst de luisteraars bedanken voor de belangstelling en positieve reacties. En dat ik erg blij ben dat ik in die zin een functie heb voor het uit eten gaande Bergijkse publiek. Nou, hierbij dan, maar... Een handvat ben, een gids, een ja. Routeplanner. Precies. Nou, zo fungeer jij ook. En waar heb je dus deze week gegeten? Ik heb deze week gegeten bij Pizzeria Sole Mio aan het Hof. Ach, nou, hier zit dan de uitbaatster, de vrouw die in de keuken staat. Eigenlijk, we noemen haar, ze wil liever niet met haar echte naam op de radio. We noemen het haar mevrouw, maar even mevrouw Sole Mio. Om de rapportcijfers te vernemen. Jan, hoe was je eerste indruk? Mijn eerste indruk was... Jezus, Mina, wat is het hier schel verlicht. Het is dus lange tafels met daarboven grote tegelbakken. Aan de andere kant moest ik wel erkennen dat je daardoor goed zicht hebt op de maaltijd. Ach, dan de maaltijd zelf. Wat heb je daar gegeten? Ik heb een pizza gegeten. Ach, en welke pizza? Welk nummer? Nummer 24. Ach, en welk rapportcijfer geef jij de 24? Een 3. Want? Nou, de bodem was dus veranderd in een plak asbest. Met daarop een soort geel-rode snot. Waardoor het dus heel erg snotterig was op de pizza. Maar de pizza zelf kon je niet kapot krijgen. Want het was dus echt steenhard geworden. En daar had ik dan bij een salade. En de dressing daarvan was een soort groene snot. Het was allemaal erg snotterig. Ach, en dus welk rapportcijfer geef je over? Een 3. Een 3. Ja, dit is tot nu toe qua eten de meest teleurstellende ervaring. Goed, mevrouw Sole Mio had de keuken een beetje een slechte dag. Schrikt u hiervan? Ik stik. Ja, want een 3 had u niet verwacht. 3, nee. Is laag. Hè? Een 3 is laag. Het is het laagste tot nu toe. Is niet te goed, hè? Niet al goed, hè? 3. Nee. Dus... Ik, maar... Zeg maar dat dus wat op de pizza was. Dat gleed als een soort snot door je keel. En dat bleef dan hangen zo, halverwege de slokdarm. En dan door de vrij goedkope wijn boerde je dat dan als het ware weer die snot omhoog. En die kwam dan zo uit je neus. Die geel-rode snot. Ik heb nog dagen, ook uit mijn anus, heel erg snotterig. Ja, dat is nou... Ook lastig gehad. Nou, ja Jan, dat is... Ik was echt ontevreden. Ja, dat is dan wel duidelijk, mevrouw Sole Mio. Jan was echt ontevreden. Ik kan niet, waarom? Het was, zegt hij net, allemaal nogal snotterig. Het was dus alsof er een stoeptegel met daarop een kwal. Zo, dat die textuur. Hij zegt, de pizzeria was een beetje een stoeptegel met daarop een kwal. Zie. Geelrood. Geelrood. De kwal. Ik was... Hij is... Moeilijk zeg waarom. Moeilijk zeg waarom niet goed. Ach. Moeilijk ja. Van meneer. Pizza. Ik zeg spaghetti. Misschien wel spaghetti. No. Pizza. Ach. Ja, maar dat kwam ik testen. Maar het is dus, ik weet niet of je dat wel eens gegeten hebt. Een hele grote schaal bedorven oesters. Ik nooit. Is moeilijk van meneer. Zeg. Niet te goed. Mijn man. Gevallen. Van de stoep. Ach. Ja, uw man was die dag van de stoep gevallen. Daardoor stond er iemand in de keuken die niet goed pizza kon bakken. Daarom mijn man. Is niet. Is gevallen. Van stoep. Daarom, meneer, zeg niet pizza. Je moet spaghetti kiezen. En daar heeft hij toch een pizza gekozen, ja. Ik zeg, meneer, niet goed van hoofd. Zeg, nee, ik niet pizza. Maar ik zeg, waarom niet spaghetti? Bolognese, aglio olio, vongole. Perché...
Mijn man gevallen van stoep. Van de stoep, ja. Nou ja, dat is dus... Je bent op de verkeerde dag. Ik gewoon een pizza. Ja, maar je was dus op de verkeerde dag. Ja, dat kan gebeuren bij deze rubriek. Het is, we zijn er doorheen. Dit was... De momentopname. Ja, tot volgende week met de rubriek Eten Bij. Ja, nou... Dat was dan de rubriek Eten Bij. Nou, hey, ik ben al uitgeput. Kom maar met de volgende gast. Schuif hem maar aan tafel, ja. Radio... Berg Eik. Ach. Ja, goed, gaat u daar maar zitten. Ja, goed, dames en heren, aan tafel schuift nu bij mij broeder Benedictus. Dat is een van de broeders van Dongen. Dat is een kloosterorde uit Dongen. En hartelijk welkom. Dank u. Broeder Benedictus. Even voor de luisteraar, hoe groot is uw kloosterorde nog? Momenteel bestaat de orde uit mij. Pardon? Ja, en hoeveel broeders nog meer? Geen. Nee, die zijn nu niet hier. Maar met hoeveel broeders zit u in het klooster in Dongen? Het is een heel groot klooster. Ik geloof 174 cellen voor de monniken. Hoeveel zijn daarvan bewoond? Hoe groot is de orde? Eén cel is bewoond. Door u? Juist. En de andere monniken, hoeveel zijn dat er? Die zijn of overleden of weggegaan. Precies, de orde wordt kleiner. Maar hoeveel andere monniken wonen er nu nog buiten broeder Benedictus in dat grote klooster in Dongen? Hoeveel zijn dat er? Even voor de luisteraar, om een soort ja, beeld te krijgen. Ja, dat is dus momenteel is dat er één. Dat is Benedictus, dat ben ik. Dat bent u. Ja. En met hoeveel andere monniken woont u in dat... In de orde Broeders van Dongen. Hoeveel zijn dat er nog? Het is dus zo... dat... heden ten dagen... ik de enige... broeder... ben. Er zijn... 0... andere... broeders... meer. Dus... u gaat mij nu vertellen dat u nog de enige overlevende, in leven zijnde broeders van Dongen bent. U woont in uw eentje in dat grote klooster. Dat ga ik u niet vertellen. Dat heb ik u juist verteld. Ach, maar goed, dat geeft toch een heel ander beeld van het rijke Romeinse leven. Broeder Benedictus, dan heeft u dus die 1000 euro van hulpproject Curaçao. Ja. Die 1000 euro heeft u helemaal alleen zelf bij elkaar gecollecteerd en gespaard? Gesprokkeld. Bij elkaar gesprokkeld, want u heeft als orde een gelofte van... armoede. Ja, afgelegd. Kunt u eens vertellen wat uw dagelijkse menu is? Waar leeft u op? Waar leeft u van? Water... Dat is 1 liter water per monnik per dag. Ja. Uit een eigen geslagen put achter het klooster. Ja. En een korst brood. En die korst brood mag maximaal 1,5 ons zijn, heb ik mij laten vertellen. Ja. Maar dat halen we niet. U zegt toch we, maar dat is uit gewoonte. Dat is gewoonte. Dat begrijp ik. Broeder Benedictus... Uw 1000 euro voor het hulpproject Curaçao... zou opgehaald worden door Letitia Vrijdag. Ja. Maar, nou blijkt... zij zou dat geld, die 1000 euro... door uw orde bij elkaar gesprokkeld... Ja. Zou ze verdelen onder de zieken, de behoeftigen en de armen... aan de zelfkant van het eiland Curaçao. Precies. Nou heeft ze in onze uitzending gezegd... dat ze dat geld gewoon gebruikt heeft voor de vliegticket. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is... teleurstellend. Want? Omdat het geld bedoeld was om ten nutte
besteed te worden aan de minder bedeelden. Nu heeft dus deze mejuffrouw vrijdag het omgezet in een eerste klas ticket. Ze is hier nog in Bergijk. Ja. En nu weet u misschien hoe moeilijk het is om een eenmaal hier gevestigde neger weer naar het thuisland terug te krijgen. Ja, ook omdat ze er... Ze heeft er geen gewoon economy class 2 retour gekocht. Ze heeft een eerste klas enkele reis. Juist. En dus dankzij uw orde... Dankzij, ja, de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Maar door uw goede doel zitten wij nu opgeschreven met, in uw eigen woorden, die neger. Dat wil ik dus bestrijden. Omdat wij destijds tegen de neger vrijdag heel duidelijk gesteld hebben dat we haar de verantwoordelijkheid gaven om het geld op de juiste bestemming te krijgen en te besteden aan minder bedeelden aan de zelfkant, dat is dus de oostkant van Curaçao, te besteden. Maar dus, vindt u niet dat uw orde daar een inschattingsfout heeft gemaakt? Want heel veel Bergijkenaren hebben in uw collectebus toch hun euro's gedaan. En die vinden ze nu gewoon verspild aan een eerste klas. Wij. Enkele reisticket. Excuus, wij betreuren dit. Uw hele orde betreurt dit. Ja. En wij beraden ons dan ook hoe we goedschiks of kwaadschiks de neger retour kunnen sturen en de neger of de familie van de neger financieel uit te kleden. Nou, daar wens ik u dan heel, heel, heel erg veel sterkte mee. Nou, mij u en uw gaat dat niet meer lukken. Ik ben kapot. Ik heb uitzaaiingen. Ach. Van een carcinoom. Dat is kanker? Juist. En waar zit de kanker? Overal. Ach. Dus in mijn levensdagen hier op het ondermaanse is geen tijd meer om dit recht te zetten. Juist. En dat verdriet mij en natuurlijk ook onze lieve heer ten zeerste. Nou, met deze woorden wou ik het afsluiten. Het is een trieste kwestie. Dat is deze laatste monnik. Heb ik een pijn! Ach. Over! Nou, het is een dramatische kwestie. De laatste overgebleven broeder van Dongen heeft, ja, met een bovenmenselijke inspanning toch nog 1.000 euro... voor een hulpproject in Curaçao bij elkaar gesprokkeld. En dat blijkt op deze wijze verspild te zijn. En zijn wij opgeschreven. Het erbarmen! Letitia Vrijdag. Pak even een glaasje water. Dat is nou toch spijtig, dames en heren. Toon, kom eens, Toon. Wat is er?
Broeder Benedictus heeft hier net de laatste adem uitgeblazen. Ach. Hij is dus letterlijk in het harnas, niet aan het kruis, maar wel in het harnas gestorven. Dat is verdrietig. Ik zou zeggen, dames en heren, tot de volgende keer. Dag. Ach, ik zie hem wel weer.